je mijn video leuk vindt, geef me een like. Abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Volg mij ook op TikTok en Instagram. En zoek op Suriname Kitchen. Hallo lieve kijkers van me. Welkom op mijn Suriname Kitchen kanaal. Vandaag heb ik op de markt lekker kabeljauw, eigen kochboei. En dit ga ik schoonmaken. Dan ga ik hem even boilen en dan ga ik hem lekker kokenboei in. Limak marcha. Maar dan moet ik hem eerst goed uitspoelen, hè. En mijn water die zit aan op de kook. Dan ga ik hem nu in het water zetten. Ik ga smullen. Ik hou van deze dingen, zeg. Echt waar. Het zijn wel grote eitjes, hoor. Kijk. Hele grote. Het is van kabeljauw. Ik heb het op de markt gehaald. Dus dat. Mijn water is aan het koken, zie je? En dan gaan die eitjes erin. Oh, wauw. Heerlijk. Dan laat ik hem even een paar minuten boilen. Zo. Nou, hij is lekker aan het koken. Die kabeljauw ei, zie je? Hij begint nu uit elkaar te gaan. Alles. Zo, ik heb hem een beetje gejoekt met mes. Lieve kijkers, velen van jullie weten het niet, maar Suriname Kitchen heeft nog een YouTube kanaal. De YouTube kanaal heet Madhu Vlogs. M-A-D-H-O-E spatie V-L-O-G-S. Op deze kanaal vindt u vlogvideo's over het dagelijks leven, over het reizen naar buitenland en lekkere eetvideo's. Subscribe oftewel abonneer voor gratis op Madhu Vlogs. Druk op het bel-icoontje om op de hoogte te blijven van de nieuwste vlogvideo's. Klik anders ook op het link onderaan deze video om naar Madhu Vlog kanaal te gaan. Bezoek ook onze TikTok. Dat die vocht van binnen, van die hele die eruit komt. En dat zie je het zomaar, hè. Nog een paar messteekjes. Ik ben een beetje moord aan het plegen hier, dus. Sorry, lieve mensen. Zie je dat die al gekookt is bijna? Die heeft losgelaten. Kijk, die heldere water die hier komt. Dat betekent dat de eitjes al gekookt zijn. Dan ga ik in lekker in mimak marcha bakken, boy. Lekker peper bakken. Sweetie! Zoals je juke, dan gaat het in die zakje al die warm water erin. En dan van binnenkant kookt die mooi. En dan weet je dat het helemaal uitgekookt is, een beetje. Maar je moet hem niet lang koken, hè? Anders is het een beetje uitgedroogd. En dan gaat het niet lekker zijn. Nou, zie je, de schuim heeft alles losgelaten. Dus dat betekent dat het helemaal goed is. Toen ik het op markt zag, ik heb het gelijk een kilootje genomen. Want ik hou ervan, hè. Dan ga ik mijn marinade nu klaarmaken, choppen. Met uien, knoflook, peper. Dan ga ik hem een beetje bakken. En dan is hij klaar. Kijk, lekker op witte rijst eten. Zo, lieve mensen. Dan ga ik mijn uien, knoflook bakken. Die heb ik al gekocht. Zet ik mijn chop de knoflook erin. Even grillen. Oh. Dan heb ik hem op zachte vuur. Even laten bakken. Hai. Al soupieren. Zeg het hier. En intussen ga ik mijn ingrediënten toevoegen. Dan zet ik een theelepel zwarte peper voor de smaak. Een theelepel kentjoer. Zo. Met dit allemaal gaat hij mooi lekker bakken. En dan zet ik een scheutje zout. Niet veel. Zo. Halve theelepel. Als dit mooi gebakken is een beetje, dan ga ik eitjes zetten. Vis-eitje. Kurkuma is gezond hoor. Een halve theelepel. Zet ik kurkuma. Die gaat mooi lekker meebakken. Geen curry hoor. Herbie.
kurkuma herbi. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Het is leerzaam wat ik doe, hè, lieve kijkers van me. Niet vergeten om te liken, subscriben, comments geven en de notificatie natuurlijk om te drukken voor de volgende lekkere video. En nu ga ik zetten. Ik heb hem mooi gewassen en gesneden. Ik kan hem zo opeten, hè. Mooi. Heerlijk. En dit hoef je niet heel lang te koken hier, hè. Alleen maar een beetje laten mengen. En dan is het klaar. En als je hem lang houdt, dan wordt het droog. En dan is het niet lekker. En zie je, ik heb nu zoveel olie gezet. Dus dat is mooi. Normaal neutraal. Oh, dit gaat smaken, hoor. Alleen één ding van mensen. Kijk, andere mensen maken het in tomatensaus. Of wat, weet je. Maar ik hou niet van tomatensaus. Ik kook graag voor mensen op bestelling. Maar als ik mijn eten kook, ik zet geen tomatensaus. Ik hou er niet van. Iedereen zijn eigen ding, hè. Dus dat. Oh, lekker, heerlijk. Dit is mijn ding. Echt klaar. Ik wist nooit dat kabeljauw en keuken zo lekker is. Lekkerder dan die van die bambam van Suriname. Ja, mooi. Alsjeblieft. Kijk hier. Ik trouwens ga het lekker genieten ervan en smaken. Smullen. Omdat het een van mijn favoriete dingen is, deze kietjes. Zo. Rijtjes. Ik heb een kilo gekocht, maar ik heb maar de helft gemaakt. De helft ga ik andere keer maken. Maar misschien ga ik jullie laten zien dat ik het in tomaat heb gemaakt, hoor. Dat komt. Oké, lieve kijkers van me. Eet smakelijk. En tot de volgende keer. Dag, dag. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.